Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag deze mooie deken maken met vaste paars gewijs. Het is een deken met een afmeting van 1,25 meter bij 1,10 meter. Maar allereerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor het abonneren op mijn haakkanaal. Duimpjes omhoog en onder op het einde van de video, daar op mijn foto klikken, daar kan je abonneren en dan krijg je automatisch iedere keer de nieuwste haaksteken, de nieuwste filmpjes. Maar we gaan beginnen vandaag met deze leuke deken. Hij wordt gehaakt met de Royal van Zeeman. Dit is de Royal en haaknaald nummer 6. Je hebt nodig dus 5,5 bol Royal, bonnetje altijd bewaren, want dan kan je altijd nog de bollen terugbrengen als je over hebt of als je verder wil, dan, ja, dan moet je wel zorgen dat je genoeg hebt. Dus als je zegt van ja, ik weet nog niet hoeveel dat ik, hoe groot dat de deken wordt, ja, dan zou ik adviseren, pak 8 bollen en bewaar het bonnetje. Je hebt nodig een schaartje en een centimeter. En een haaknaald nummer 6. En dan gaan we beginnen met een opzetketting van losse. Nou, de opzetketting, daar heb ik een apart filmpje van. Hoe je die maakt. Maar dat doet wel eens, ja, dat doen sommige mensen helemaal anders. Maar ik doe hem zo. Dus zo leg ik hem uit. Wil je de deken maken, dan zet je 100 steken plus 1 begin losse op. Dus 101 losse steken. En als je daar bent, dan zie ik je op het einde weer terug. Als je 101 steken opgezet hebt, ik heb natuurlijk iets minder, dan zet je in de eerste steek, begin je altijd met een vaste. Dus dit is je eerste steek, dit is een vaste. En dan ga je met de vaste paarsgewijs beginnen. En dat betekent dat je in diezelfde steek weer insteekt, je haalt je draad op. En in de volgende steek steek je in en je haalt je draad op. En dan ga je door, omslaan, door 3. Dan ga je weer in deze steek, waar je laatste was, daar steek je weer in. Je haalt je draad op en dan pak je de volgende steek. Die steekt in en je haalt je draad op, omslaan, door 3. Hier steek je weer in, insteken, draad ophalen, de volgende steek insteken, draad ophalen, omslaan, door 3. Insteken, draad ophalen, volgende steek insteken, draad ophalen, omslaan, door 3. Insteken, draad ophalen, volgende steek insteken, draad ophalen, omslaan, door 3. Insteken, draad ophalen, de volgende steek insteken, draad ophalen, omslaan, door 3. In deze weer insteken, draad ophalen en de volgende steek insteken, draad ophalen, omslaan, door 3. Laat weer in deze steek insteken, draad ophalen, insteken, draad ophalen, omslaan, door 3. En dan krijg je een hele mooie vaste paarsgewijze steek. En zo maak je de hele rijen steken af. En op het einde, dan zie ik je weer terug en dan leer ik hoe je moet eindigen met deze steek. En we zijn nu op het einde van de toer. Het is echt een hele makkelijke steek, je ziet hem nu nog niet zo goed, maar het is gewoon een hele fijne steek. Het zijn allemaal vaste eigenlijk, alleen kijk, je steekt hem weer in waar je gebleven bent en dan pak je de laatste steek en dan haal je ook weer je draad op, omslaan en door 3. En nou heb je alles klaar en nu doe je gewoon 1 keer lossen, dus omslaan door 1 en dat is je eindigen. Zo eindig je iedere keer je toer, je draait om en dan begin je weer met vaste.
Iedere toer begin je met een vaste steek, één vaste steek. En dan moet ik wel even het goede draadje pakken. Dus je eerste steek is deze steek. Hier zet je je vaste in. Elke toer één vaste. En dan begin je weer in deze steek je draad ophalen. De volgende steek je draad ophalen. Omslaan door 3. In deze steek weer insteken. De volgende insteken. Omslaan door 3. Nog een keer insteken, draad ophalen, de volgende insteken, draad ophalen, omslaan door 3. Zie je het resultaat? Ik zal nog een paar meedoen hoor. Dus hier insteken, draad ophalen, de volgende steek insteken, draad ophalen, omslaan door 3. Insteken, draad ophalen, insteken, draad ophalen, omslaan door 3. En dit is de vaste paarsgewijze steek, dus je eindigt gewoon iedere keer met een keer losse, dus dat je gewoon één losse haakt, dan keer je je werk en dan begin je weer in het begin van de toer met één vaste en dan begin je weer met je paarsgewijze steek en dan krijg je dit mooie resultaat. Het is echt een steek waarbij je gewoon bij de tv kan gaan zitten. Zonder nadenken ga je hele toeren af en dan heb je zo die prachtige deken op de bank liggen. Het is geen duur garen, dat zou ik ook, ja, ik vind het altijd zonde om te duur garen te kopen. Maar goed, als je het ervoor over hebt, dan moet je het zelf bepalen. Hij haakt heel lekker weg op haaknaald nummer 6. En je hebt een mooi resultaat en je weet de afmetingen al, dus je zet 100 steken op plus 1, dus 101 lossen en je begint met de vaste paarsgewijze steek. Ik zou zeggen, als je dit een leuke video vindt, graag duimpjes omhoog en voor te abonneren hier rechtsonder, dan krijg je iedere keer de nieuwste haaksteken uitgelegd en bedankt voor het kijken en tot de volgende video.